hier gaan vertellen. Er zijn een paar plaatjes die ik hier wel laat zien, die zitten daar niet in. En dat is om de reden dat het onderzoek wat we gedaan hebben bij het Nederlands Forensisch Instituut nog niet helemaal klaar is. Dus als we dat onderzoek klaar hebben, willen we dat misschien in een tijdschrift publiceren. En het is belangrijk dat niemand anders dat doet voordat wij dat doen natuurlijk. Dus vandaar dat sommige plaatjes er niet in staan. Maar de belangrijkste plaatjes kan je hier zien en staan ook in de presentatie. Goed, ik werk dus voor het Nederlands Forensisch Instituut. Dat is dit gebouw. Heeft iemand een idee wat het is? Heeft iemand er wel eens van gehoord? Het zijn mensen die moorden oplossen en de sociale mensen onderzoeken. Heel goed, ja? Heel goed, gebouw. Ze onderzoeken de sterfwijze van mensen. Ja? Dat komt een beetje in de buurt van wat jij zegt, hè? Inderdaad, dat doen we ook. Zag daar nog een vinger in het hoekje? Nee? Had jij nog iets? Nee. Jij nog iets? Mensen identificeren niet met veel handen omgekomen. Heel goed. Nou, alles wat jullie hier omschrijven, dat gebeurt inderdaad bij mij op de afdeling. Want mensen identificeren, heel goed. Dus kijken. Als we een lichaam hebben gevonden, van wie dat lichaam is, en dat we het terug kunnen geven aan de goede familie. Dat doen we inderdaad. En het onderzoek naar de doodsoorzaak. Als het verdacht is, dus als de politie denkt, hier klopt iets niet. Dit is niet iemand die natuurlijk, zoals dat heet, is overleden. Dan komen ze bij het Nederlands Forensisch Instituut en dan gaan we het onderzoeken. Heel goed. Ik heb een filmpje meegenomen die eigenlijk een beetje weergeeft wat we nog meer doen. Want het is niet alleen doodsoorzaak en identificeren, maar het zijn heel veel dingen. Dus dat filmpje wil ik zo even laten zien. Daarvoor wil ik wel zeggen, het kan een beetje spannend zijn. Er zit spannende muziek onder, maar het is allemaal geacteerd. Dus het is geen echt misdrijf, het is allemaal geacteerd. Dus hou er even rekening mee. En er zullen wat moeilijke woorden voorbij komen, want het is eigenlijk voor volwassenen. Maar het gaat er even om dat je ziet wat we allemaal doen. Waar het is gebeurd, om alle sporen veilig te stellen. Dan kijken ze met speciale lampen op zijn bloedvlekken. Sporendeskundigen van het NFI zijn, indien nodig, aanwezig op de plaats delict. Plaats delict is dus waar het forensisch advies over het vinden en zo goed mogelijk veiligstellen van sporen. Het NFI biedt een grote verscheidenheid aan forensische diensten en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technologieën en wetenschappelijke inzichten. Zo'n huls voor een kogel.
zijn politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht en in sommige gevallen de verdediging. Ook verricht het NFI onderzoek voor andere nationale en internationale organisaties, waaronder de FIOD, de VN. Op het NFI bestaat de mogelijkheid een driedimensionaal model van de plaatsdelict te maken. Voordeel van zo'n model is dat het meer inzicht geeft op de situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om reconstructies van kogelbanen en bloedspoorpatronen in het model zichtbaar te maken. Dat klopt. We zijn op zoek naar biologische sporen waar de dag bij een complexe zaak worden diverse onderzoeksgebieden van het NFI betrokken. Hier zitten allerlei experts bij elkaar aan tafel en zeggen van nou, hoe gaan we dit nou aanpakken? Waar gaan we eerst naar kijken? En de klant aanwezig. Dat is natuurlijk belangrijk, want anders maakt het misschien een spoor van de klant. Hoe kan het doen? Welk onderzoek en energie in opdracht van de klant gaan uitvoeren? Op de grond zien we glas liggen. Weet u nog wat er net met het glas gebeurde? Ja, daar hoorde ik van de stad. Daar stond in, hè? Wat kan er dan gebeuren als je het vast had? Dan zit je hier. Dan kan je het eigenlijk precies in de vorm van je schoen doen. Ja, dan blijft het in zitten in het zilveren schoen, hè? Kan. Zo kan je kijken. Dit is de afdeling waar ik werk. En hier wordt inderdaad het lichaam onderzocht om te kijken hoe deze meneer is overleden. En slachtoffer vermengen. Op het slachtoffer kunnen echter ook sporen van de dader aangetroffen worden. Om de kwaliteit te waarborgen wordt er alles aan gedaan om gedurende het hele proces contaminatie, dat wil zeggen vervuiling of vermenging van sporen, zo maximaal mogelijk te voorkomen. Ook worden de het onderzoek naar de sporen van de dader en van het slachtoffer worden ook in aparte ruimtes gedaan, zodat het niet kan mengen. Ook bij verdachte sporen, zoals schotresten, worden gevonden. Schotresten onderzoek, dat is als er bijvoorbeeld geschoten wordt, dan komt er ook door heel kleine deeltjes vrij. Die kan je niet zien, maar dat zijn kruiddeeltjes en andere deeltjes. Die kunnen dan op de kleren komen, maar ook degene die geschoten heeft. Die wordt onderzocht met hulp van deze scanning elektronenmicroscoop. Zo kan vastgesteld worden of iemand schotresten. Hele kleine deeltjes. Ik heb het stuk gemaakt.
slachtoffers is bedreigd. Het NFI zet sterk in op research en development. Daardoor kunnen diensten continu worden verbeterd en vernieuwd naar de behoeften van de klant. Zo kan het instituut inspelen op veranderingen in forensische vragen die worden gesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Soms is het nodig om kennis en technologie van buiten het instituut te halen. Hiervoor werkt het NFI samen met kennis en onderzoek gedaan naar bloedspetten. Als het onderzoek is volbracht en het rapport is opgeleverd, zit het werk van forensisch deskundigen er niet altijd op. Ze kunnen tijdens een rechtszaak worden opgeroepen als getuige deskundigen. Dus soms als je een rapport hebt gemaakt over je onderzoek, dan wil de rechter dat je dat uit moet leggen. Forensisch technisch onderzoek in de rechtszaal. De aandacht voor het werkveld van het NFI is enorm toegenomen. Het instituut blijft dan ook zeer kritisch naar zichzelf kijken. Door te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Goed. Was dit een beetje wat jullie verwacht hadden van het NFI? Ik zie daar een vraag achterin. Maar zijn dat dan ook Nederlanders die dat naspeelden? Ja. Het zijn gewoon acteurs. Die zijn gevraagd om dit filmpje te maken. Maar hij had nog geen handschoen aan om die deur open te halen. Want daar zou je ook nog niet. Ja. Daar zou de vingerafdruk natuurlijk dan op kunnen zitten. Of DNA. Zou ik straks iets meer over vertellen? Heel goed. Maar als de deur op zit, waarom zou het dan niet op de laptop en op de pad kunnen zitten? Zou het ook op kunnen zitten? Ja, heel goed. Nog een vraagje over? Nou, dan gaan we verder. Forensisch onderzoek dus. En je zag net hoe de mensen gekleed zijn en allerlei charmante kleren. En ze hadden het over vervuiling van sporen. Nou, dit is zoals we het wel eens op televisie zien. Ik weet niet of jullie dit wel eens kijken. Daar zijn jullie natuurlijk eigenlijk een beetje jong voor. Maar het CSI. En aan de rechterkant zie je Bones. En dat zijn televisieprogramma's. Vaak Amerikaanse televisieprogramma's, waar ze in een uur, met reclame ertussendoor ook nog, dus eigenlijk niet helemaal een uur, een hele moord oplossen. Met een vraag over. Nou, mijn moeder heeft een heleboel boeken ervan. Ja. En ze kijkt, en mijn moeder kijkt er elke avond naar. Ja. Ja, en dan krijgen mensen wel een beetje een verkeerd beeld van wat we eigenlijk doen voor werk. Ja, dat zijn allemaal van die series. Het is natuurlijk ook hartstikke spannend om het allemaal te lezen. En dan ga ik straks nog iets meer over vertellen. Ja, ik kijk dat soms ook als een tv is, kijk dat ook altijd. Het is wel een beetje spannend natuurlijk, en het is het niet echt. Zelf kijk ik ook volgens naar de lees. Ja, nou ja, dat soort programma's, dat lijkt het altijd heel makkelijk, hè. Er is altijd één meneer of een vrouw. Deze meneer is van CSI, en die weet eigenlijk alles. Die krijgt meestal een telefoontje, er is een moord gepleegd, wil je er naartoe? Dan gaat hij naar het plaats delict toe, zoals ze dat noemen. En dan gaat hij de sporen verzamelen, dan gaat hij naar zijn laboratorium. Dan gaat hij zelfs nog met getuigen praten. Nou, dat werkt natuurlijk in het echt niet zo. Want iedereen heeft zijn eigen dingetje, zijn eigen taak in dat hele proces, zeg maar. Want wij zijn niet van de politie. De politie die vraagt ons om een onderzoek uit te voeren. Maar wij gaan dus niet met een pistool de straat op en hebben hier een auto met een zwaailicht erop. Zo werkt dat dus niet, dat hebben wij altijd allemaal wel. Nou, wat we hier zien is, hier ligt een lichaam. Wat zag je net in dat filmpje wat de mensen droegen die naar zo'n plaats de licht gingen? Harnetje en handschoenen. Om je afdrukken door te letten, of na te verliezen, want dan denken ze straks dat zij het hebben gedaan. Ja, heel goed, dat is heel belangrijk, hè? Wat zag je nog meer? Mondkapjes,
Ze hebben altijd hoesjes om hun schoenen, want je zag er nog allemaal glas. Je wil natuurlijk niet dat je dat glas mogelijk meeneemt in je eigen schoenen. Nou ja, deze mensen die zitten praktisch op dat lichaam. Je kan je voorstellen, ze praten met elkaar, speeksel, allerlei haren. Dat komt allemaal op het lichaam terecht. En andersom natuurlijk ook, kan het zijn dat je sporen meeneemt of vernietigt van de geplaatste licht. Hier ook, rechterkant, staat hier een mooi maatpakje. En we vinden de haren ook allemaal los. Nou, zo werkt het natuurlijk niet in het recht. Dit zijn een paar plaatjes van het NFI. Nou, je ziet dat ze allemaal handschoenen, pak aan, mondkapjes, haarnetjes. Om allemaal zo goed mogelijk te beschermen tegen contaminatie, zoals het heet. Wat zien we hier voor onderzoeken? Je hebt een idee wat hier onderzocht wordt? Ja, dat zou dit kunnen zijn, maar wat zien we hier? Touw, ja. Dit is zogenaamd knopenanalyse. Je wordt gekeken naar knopen, hoe ze gelegd zijn. En nou ja, je kan je voorstellen als je een touw strak aantrekt, dat er ook weer sporen van je handen op het touw komt. En de vraag is dan soms, kan het slachtoffer het zelf hebben gedaan? Dus dat het in scène is gezet. Of heeft iemand anders dat gedaan? En wat voor knopen zijn het? Waar worden die vaak gebruikt? En dit kan soms informatie geven over wie erbij betrokken is geweest. Wat zien we hierboven? Is misschien iets moeilijker te zien. Hier zie je allerlei instrumenten. Ook er iemand helemaal aangekleed. En lab. Dit is een van mijn labs, inderdaad. Dit is de sectiekamer. Dus hier, ja. De sectie met CT, hè. Hier worden de autopsies gedaan. Dus dat is, dan worden de lichamen van de slachtoffers worden onderzocht. Om hier op tafel en dan wordt er onderzocht om te kijken hoe ze zijn overleden. En hieronder, wat zien we hier? Wat zien we hier? Waar zijn we in aan het zoeken? Een auto. Een auto, inderdaad. En daar zie je een gekke blauwe lamp. En je ziet dat hier een paar dingetjes oplichten. Ja. Wat zou dat kunnen zijn? Dat zou bloed kunnen zijn, maar in dit geval zijn het vezels. Want je kan je voorstellen dat als je lekker loopt en er valt een draadje af of eigenlijk een heel klein stukje van je kleding, dat blijft overal achter. En dan zou je dat terug kunnen vinden als iemand hier op deze stoel gezeten heeft. Zegt iemand van, nou, ik heb nog nooit in deze auto gereden, maar je vindt wel materiaal van je kleding terug. Ja, dan moet hij wel eventjes een ander verhaal gaan verzinnen, want dat klopt dan niet helemaal. En aan de rechterkant, heb je een vraag? Een boek. Sorry? Nee, een plaatje. Deze. Boek. Wie? Ja, een boek. En nou ja, het is een beetje moeilijk om te zien wat hier precies gedaan wordt. Maar dit is DNA-onderzoek. Wat jullie net ook zagen op een film. Er wordt onderzocht waar de sporen zitten, worden die uitgeknipt. En dan wordt daar verder onderzoek mee gedaan. Ook weer helemaal op het scherm. Nou, dat zijn een paar dingen die wij bijvoorbeeld doen. Ik niet zelf, maar mijn collega's. Wat onderzoeken wij nou? Er werd al gezegd, we zijn met z'n tweeën. Wij onderzoeken identiteit. Iets wat jij net zei. Als er een lichaam gevonden wordt, wie is het? Want mensen hebben natuurlijk niet ergens opgeschreven, ze kunnen een paspoort bij zich hebben. Of een rijbewijs, of een ander pasje. Maar ja, wie zegt dat het van die persoon is? Dus dat is altijd heel erg moeilijk. Nou, als een lichaam, of als een persoon net is overleden, dan kan je hem nog wel herkennen. Dan kan de familie die ook nog wel herkennen. Maar het wordt een stuk moeilijker als een lichaam zo gevonden wordt. Als er alleen nog maar botjes over zijn, dan is het natuurlijk heel moeilijk. Om, je herkent iemand niet meer. Er zouden dingen bij de persoon kunnen liggen, zoals paspoort, een mobiele telefoon misschien. Maar ja, ook weer lastig om te bepalen of het van die persoon is. Dus dan worden wij meestal ingeschakeld. En dat ziet er dan zo uit. Dan wordt het lichaam, het skelet opgegraven. En wordt allemaal netjes naar het laboratorium gebracht. En dan gaan wij dat onderzoeken. Nu zie je het lichaam liggen. En daar is iemand bezig met een pincet. Nou, wat kunnen we nou allemaal zeggen over een skelet? Of het skelet van het kind is of van een volwassene? Waar zouden we dat dan kunnen zien? Aan de lengte en aan de inzichting. Ja, heel goed. Aan de lengte, je ziet, nou, ik heb hier even een plaatje van een kindje.
van een volwassen skelet. Een volwassen skelet is natuurlijk veel groter. Kinderen zijn altijd wat kleiner, want die zijn nog in de groei. Ja, dat ook het verhaal. Als het echt nog een beetje een jonger kind is, zijn meestal bijvoorbeeld zijn helemaal niet helemaal dicht gegroeid. Ja, dat is heel goed. Echt bij babytjes is dat, hè. Maar die plekken die nog niet helemaal dichtgegroeid zitten, die zitten door het hele lichaam. Want jullie zijn nog in groei. Ik ben uitgegroeid, dus bij mij heb ik niet meer van die plekken die nog niet dichtgegroeid zijn. Maar bij jullie wel. En dat heeft eigenlijk tot gevolg dat kinderen meer botjes hebben dan volwassenen. Ze zijn wel kleiner, maar het zijn er wel meer. Hoeveel botjes heeft een volwassene, denk je? Ik heb daar een spreekwoord over gehouden. Oh, oké, dan moet jij even niks zeggen. Ik denk zo'n 150 tot 250. 150 tot 250. Is een hele ruime schatting, hè? Maar je zit goed in de buurt. Durft iemand te raden hoeveel botjes een volwassen persoon heeft achter je? Zo'n 300 tot 400. Je gaat iets hoger. Jij zit al dicht in de buurt. Want het zijn er namelijk 206. En ik weet hoeveel een kind heeft. Het zijn jij hoeveel kind heeft? 270. 270. Ik heb zelf iets meer, 305. En dat kan heel erg verschillen, ja. Hoe oud je bent natuurlijk. Want op een gegeven moment gaan er dingen vastgroeien, dus er zijn sommige dingen vast en sommige dingen los. Dus daar kunnen we aan zien of het een kindje of een volwassen persoon is. Wat kunnen we nog meer onderzoeken? Is het van een man of is het van een vrouw? Dat kunnen we ook zien aan de botten. Een beetje aan het skelet van een vrouw is meestal wat anders dan het skelet van een man. Ja, dat klopt. De schedel komt ook wat verschil. Wij kijken meestal naar de schedel en naar het bekken. Hier zit het bekken. Hier kan je ook bij jezelf voelen. Hè? Hier zit dat. Dat is deze rand die je daar voelt. En dat is anders bij mannen en vrouwen. Mannen zijn vaak wat groter, daar hebben we plaatjes van. Hier zien we een man en een vrouw. Dit is wel een extreem geval natuurlijk. Wie herkent deze meneer? Oh man, jij van hem? Epke Zonderland, inderdaad. Hier hangt hij aan de ringen, maar meestal doet hij aan zijn stokken. En hier zie je dat hij hele grote spierballen heeft. Hier ook aan de borstkas heel veel spieren, anders kan je natuurlijk nooit zo tussen je ringen hangen. Ik kan het niet. En wie zien we daar rechts? Iemand een idee? Beyoncé. Ja, heel goed. Goed gezien. Dat is Beyoncé inderdaad. En als je dit plaatje ook even gekozen, als je nou eens kijkt naar dat bekken. Dus waar ik net aan deed, hè, naar die middel. Zie je dat die hier allemaal netjes zo recht naar beneden loopt? En vrouwen, die hebben zo'n beetje zo'n zandlopen figuur. Dat komt omdat ze breder bekken hebben dan mannen. En waarom is dat? Wat kunnen vrouwen wat mannen niet kunnen? Heel veel. Heel cryptisch, hè? Vrouwen kunnen natuurlijk baby's krijgen. Mannen kunnen dat niet. En als zouden mannen dat kunnen, dan zouden ze daar niet voor gebouwd zijn. Want hier, door dit gaatje hier, kun je het allemaal zien? Daar moet de baby doorheen passen. Dus bij vrouwen moet het lekker groot zijn, zodat de baby er makkelijk doorheen kan. Dat is één van de redenen. Nou, en zoals je ziet, heb je veel sterker grote spieren. En daardoor zullen de aanhechtingspunten, iemand zei het net al, waarom is het skelet gekleurd? Dit zijn de aanhechtingspunten, dus hier zitten de spieren vast aan de botten. En je kan je voorstellen, als je hele grote spieren hebt, dan moet het goed vastzitten. Dus bij mannen zijn die botten altijd iets grover dan bij vrouwen. Daar kunnen we het aan zien. Is het een dierenbot of een mensenbot? Dat is natuurlijk eigenlijk de eerste vraag. Want als er iets gevonden wordt in het bos, dan is het ook belangrijk om te kijken of het van een mens of van een dier is. Achterin gevraagd. Zijn die botten ook echt? Deze zijn niet echt, die zijn van plastic. Maar ze zijn wel van een echt model gemaakt. Ik zie aan de schenen van de band, het is heel erg makkelijk. De kiel heeft ze meestal heel erg anders dan die van de
gaat zelf ook wel van, nou, dit heeft allemaal een snuif, dat kan nooit een mens zijn. Maar vaak worden dit soort bordjes gevonden. En dat sturen ze dan naar het NFI. En ik vind het waar ik het over zeg, dit is allemaal hetzelfde bord, maar dan in een ander dier. Je ziet dat het wel een beetje op elkaar lijkt, hè? Hier zit zo'n gaatje en hier zit zo'n heel typisch gewrichtsvlak. Dus dat is waar een gewricht zit, waar je kan bewegen. Maar dit ziet er heel anders uit, dit is heel erg groot. Welke is van de mens, denken jullie? Ja, de achterlijk. Helemaal rechts, heel goed. Want ik heb even de diersoort erbij gezet. Dit is hetzelfde bot van een hert, van een schaap, van een koe, van een eland en van een mens. Nou, we weten wat het van een vrouw is, of een kind of een volwassen is, of de mensenbot een dierenbot is. Nou, dan kunnen jullie nu wel vertellen wat het bot is. Wie wil er naar voren komen? Ik heb hem hier maar meegenomen. Dit is hetzelfde bot. Om eens aan te wijzen in het skelet. Jij hebt de rode jas achterin. En kijk hier ook op het plaatje, hè, jullie. Dit is wel helemaal vast, dit is ook een net bot. Gaan we eens kijken in dat skelet. Wat het zou kunnen zijn. Dat is heel snel gedaan. Inderdaad. Wel de andere. Dit is het opperarmbeen. Je kan hem ook bij jezelf voelen, hè? Hier zo. En inderdaad, daar zit hij. En dit is het opperarmbeen. Ga ik iets moeilijker maken? Nee, ze niet durft. Kijk, kom maar. Hebben jullie thuis stiekem gestudeerd? Ja. Dit zijn inderdaad deze. Ook weer aan de andere kant. Zien jullie dat? Wat is dat? Dat bot, weet je hoe we dat deden? Achterin? Sleutelbeen. Ja, dat was het. Het sleutelbeen. Zat veel op zee, deed zeeslagen met
Nou, je zou, Johan de Wit zou je kunnen vergelijken eigenlijk met de minister-president, zoals we die nu kennen. Mark Rutte, nu die weet voor het binnenkort iemand anders. Dus dat is een hele belangrijke persoon uit de Nederlandse geschiedenis eigenlijk. In 1672 ging het helemaal fout. Toen werd Nederland op alle kanten, Holland werd op allerlei kanten aangevallen. Fransen, Britten. En eigenlijk gaf het volk, gaf Johan de Wit de schuld. Het was allemaal zijn schuld, ging het goed met Nederland. En zijn broer, Cornelis de Wit, die werd opgepakt en gevangen genomen. Hier in de gevangenpoort. Waarom werd hij gevangen genomen? Omdat iemand had gezegd, hij werd ervan verdacht, dat hij een moordaanslag zou gaan plegen. Dat zou hij aan het plannen zijn op Willem III. Nou, dat namen ze hem gevangen. Hier in dit celletje. Nou ja, best wel grote cel, zoals je ziet. Best comfortabel uit. Dat is hierboven. Hierboven werd hij gevangen genomen. En Johan de Wit werd er op een dag heen geleid. Omdat er werd gezegd van, nou, Cornelis wil met je praten. Dus kom naar de gevangenpoort. Dan kan je hem zien. En toen hij bij de gevangenpoort aankwam, toen stond een hele grote menigte. Een hele grote groep mensen stonden ontzettend boos op hem te wachten. En kwamen te boos op het gezegd in Nederland. Dat was allemaal zijn schuld. Wat gebeurde er toen? Ze werden uit het museum of uit het gevangenis gehaald. Cornelis en Johan allebei. En hier zie je een schilderij waar het eigenlijk op afgebeeld staat. Dus hier herken je het gevangenpoort. Hier worden ze, het is een beetje moeilijk te zien, maar door de menigte werden ze uit de gevangenis getrokken. En hier meegenomen. En hier werden ze eigenlijk heel gruwelijk vermoord. Er werd op ze geschoten en gestoken en werden eigenlijk ja, uit elkaar getrokken en hier opgehangen. En dat is waar nu, ongeveer waar nu dat standbeeld staat. Op het groene zootje. En hoe zag dat er nou precies uit? En dit is een beetje een gruwelijk schilderij, maar kun je het toch laten zien? Zo hier is erbij. Hele gezellige mensen waren dat ze gedaan hadden. En wat je ziet is dat ze helemaal zijn opengesneden. En hier zie je allerlei bloed. En dit is eigenlijk, hopen we, een beetje een foto van toen. Er was natuurlijk geen fototoestel toen, dus werden er dingen geschilderd. En wat we hier kunnen zien, is dat allerlei dingen zijn afgehakt. En de mensen die namen dat mee, die voerden het aan de honden. En die namen dat mee om te bewaren als een soort van trofee. Een beetje een handtekening van Justin Bieber, maar dan ook weer. Om te laten zien van kijk wat ze hebben gedaan. We hebben die vervelende Johan en Cornelis de Wit hebben vermoord en hier is bewijs. Nou, en nu staan er dus stukken van in het museum. Daarboven zie je weer een schilderij. En in het kleine vitrinetje zie je een klein doosje staan. Dat staat in het Haagse Historisch Museum hier aan de andere kant. En daar zit een teen en een tong in. Helemaal ingebroken. De tong zou zijn van Johan de Wit en de teen van Cornelis de Wit. En dat kwam eigenlijk op een bepaalde manier bij ons. En toen vroeg de museumconservator, dus die verantwoordelijk is voor de, ja, alle museumstukken die daar staan. Oh joh, kan je dat eens onderzoeken? Want ze zeggen wel dat het een teen van de tong is. Maar we zijn er nog niet helemaal over uit. Nou, dat is natuurlijk hartstikke oud materiaal. 350 jaar oud ongeveer. Dus het wordt helemaal niks ingepakt. Nog een keer ingepakt, doos. Het is zo'n doosje. Hij kan het zelf wel op de doos aanzetten. En nou, dat werd bij ons op het laboratorium geplakt. En we zijn aan de slag gegaan. Dit plaatje heb ik erbij gedaan om te laten zien wat we nou allemaal doen. Dit is Reza, dat is mijn collega. En die door de microscoop aan het kijken naar, naar de teen en naar de tong. Hier zie je twee grote mannen. Dat zijn de assistenten. Die staan niet altijd op de hoek. Die helpen de dokter altijd mee om het onderzoek te doen. Hierachter, een beetje verscholen, staat Mark van Balen. Dat is de museumconservator die met, waar ik net over vertelde. Hè. Die komt die grote doos aanzetten. En dit ben ik. En, nou ja, tijdens het onderzoek moet je natuurlijk van alles opschrijven. Er worden ook foto's gemaakt. De fotograaf staat niet op de foto, waarom niet? Moet hij achter de camera? Zie je, maakt de foto heel scherp. En zo leg je alles vast
wat je aan het onderzoeken bent. Nou, wat hebben we nou precies gedaan met het materiaal? De tong laten we eventjes buiten beschouwing. Dat is inderdaad een menselijke tong. We weten niet zeker wie die is natuurlijk. Maar dat dingetje ernaast, dat zou de teen moeten zijn. Nou, we hebben eerst heel voorzichtig de twee doosjes die erin zaten uit het grotere doosje gehaald. Waarom ligt er zo'n maatlasje bij? Om zeg maar te kijken hoe groot het echt is en niet. Zeg maar, het is niet echt zo groot als wat je ziet. Ja, heel goed. Kan je altijd terugkijken, want die tong en die teen, die moesten weer terug naar het museum. Dan kan je altijd op de foto nog kijken van wat voor groot was het ook alweer. En waar zat dit precies, waar zat dat precies. Dat kan je altijd terugvinden. Goed, we hadden die dingetjes al weer uitgehaald, maar het was een heel gek doosje. Er zat een dubbele bodem in. En wij wilden natuurlijk zien van ja, misschien zit er iets verstopt onder die bodem. Dus we hebben hem met een röntgen doorlicht. En dit is een heel speciaal röntgenapparaat, eigenlijk heel klein. Je kent natuurlijk bij het ziekenhuis. Wie heeft hier wel eens een bot gebroken? Ja? Werden er toen ook röntgenfoto's gemaakt? Welk bot heb je gebroken? Ik had mijn rechterarm eigenlijk niet echt gebroken, maar er is nu niet wel gebroken. Ik moest wel 3 weken in het gips, maar het was niet echt gebroken. Het was meer ingedeukt. Ingedeukt? Ja, dat kan. Nou, er wordt altijd een röntgenfoto gemaakt, hè? Dan kunnen ze eigenlijk door je huid heen kijken, in je spieren. En dan kijken ze naar de botten hoe dat eruit ziet, of het gebroken is of niet. Nou, dat hebben we ook met dit bakje gedaan. Hebben we nog een vraag? Ik hoor daar mensen niet uit de röntgenfoto's. Dus de winkels waren eigenlijk om een bot te kopen. Ja, nee, klopt. Mensen waren altijd heel erg bang voor, omdat mensen dachten, ja, hoe je kan er maar heen kijken. En het was natuurlijk ook best wel gevaarlijk, hè. Want röntgenstraling is niet heel gezond voor een mens. Af en toe kan het wel natuurlijk, maar dan krijg je waarschijnlijk ook zo'n schort krijg je aan. Een speciaal schort, zoals deze. Dit is eigenlijk een schort wat je lichaam beschermt. Tegen die röntgenstralen. Er zit toch lood in? Ja, het is een loodschort. Inderdaad, heel goed. Door lood kan geen röntgenstralen. Dus dan wordt je lichaam beschermd. Goed, nou dan hebben we in het doosje gekeken. Het zag er zo uit. Dit is van de zijkant. Wat zien we hier? Wat zijn dit de punten hier? Schroefjes. Schroefjes, ja. En hier? Het zijn spijkertjes. Dat zijn de zijkantjes zijn er met spijkertjes ingegaan. En met schroefjes was hij dicht geschroefd. Het doosje. Maar zoals je ziet, nou ja, het is heel moeilijk te zien misschien, maar hier loopt hij zo van schuin en hier loopt hij recht. Dus dit is die dubbele bodem. Maar er zat niks tussen. Dat wij konden zien in elk geval. Dus waarschijnlijk was dat er gewoon ingezet, zodat het netjes lag en het goed kon zien. Nou, toen hebben we ook naar de teen gekeken. Hij ziet er heel wat verschrompeld uit, omdat hij heel ingedroogd is, gemummificeerd eigenlijk. Mummies zien er ook zo uit, maar dan helemaal. En hieronder zie je het plaatje als we hem nou ja, met de röntgenstralen doorlichten. Maar, is het wel een teen? Als ik jullie nou vertel, dit zijn allebei plaatjes van de teen. Dit is van de zo, van de voorkant. En dit is zo van de zijkant. En hier heb ik plaatjes van de teen. Dit zijn foto's van de losse botjes. Dus hier zie je een teen van de voorkant, van de zijkant. En hier zie je een vinger van de voorkant. En van de zijkant. Als we naar dit botje kijken. Stopt hier, hè? Hier zit een ander botje. Hier zit ook een ander botje. Dat zie je hier. Dit is een ander bordje, dit is een ander bordje. Als we naar dit bordje kijken, lijkt het meer op een teen of op een vinger? Dan heb ik dat het meer op een vinger lijkt. Wie is het eens een vinger? Wie denkt toch dat het een teen is? Waarom denk je dat? Ik vind het een beetje leuk, want laat je rechts met je teen. Op deze vindt je blijven. Ja, het is een beetje moeilijk te zien, hè, hier van de zijkant. Maar als je kijkt naar de voorkant, zie je dat dit zo'n beetje ja, driehoekig loopt. Hier is het recht, er wordt zo'n ja, zo'n hokje eronder. Als je hier kijkt, loopt het eigenlijk heel netjes zo uit naar de zijkant.
Maar goed, ik merk dat je nog niet overtuigd bent van het feit dat het een winger is. Hier hebben we een 3D-plaatje van gemaakt. En als ik jullie nu vertel dat als je een vinger zou doorsnijden, en dat kunnen we digitaal doen met zo'n 3D-scan, dan lijkt het doorsneden, dus als je erop zou kijken, lijkt bij een vinger meer een D-vorm, omdat het hier plat is aan de onderkant. En met een bol aan de bovenkant. En het teen is eigenlijk een rond. Als je door zou zagen. Nou, doen we dat bij deze ook. En hier wat op ligt. Dus dit is de markt die je gedraaid. Dit is de doorsnede. Is het meer een D-vorm of meer rond? Ik vind het meer op een D-vorm. Meer op een D. Dus. Ben je overtuigd? Wie denkt nog steeds dat het een teen is? Achterin. Waarom? Nou, ik kan er geen reden van geven. Het is wel een gevoel. Het is een gevoel. En daarom onderzoeken we het juist, hè? Want dat gevoel dat was 350 jaar geleden ook. En dat bleek dus niet gevoel. Ja, dat is waar. Nee, ik wou ook voor de teen. Jij ja, wou ook voor de teen. Waarom denk jij dat het een teen is? Maar... het lijkt ook best wel op een oven. Ja, gewoon een oven. Het is heel moeilijk, hè? Het is nooit perfect een D-vorm en het is nooit perfect een ronde vorm. Maar dit zijn twee dingen op basis waarvan we toch vinden dat het een teen is. Of aan de vinger, sorry. Ik ga zelf wel weer mis in. En als je even weer terugkijkt naar het plaatje, moet je even snel terug kunnen gaan naar het plaatje. Hier. Dan zie je ook, hier, dit kunnen we niet zo goed zien, hè? Maar dat hier wat vingers zijn afgehakt. Dus het zou kunnen dat het dus echt wel een vinger is. Kijk, het zou heel gek zijn als het op de plaatjes allemaal niet, of als het niet beschreven staat in de boeken en je zou wel vinden dat het een vinger is, dan is het raar. Maar het is ook beschreven dat er vingers zijn afgehakt. Ja. Maar net op de ogen, ik vond het begin duidelijk dat de vinger was een beetje te lang van teen. Ja. Qua breedte en hoogte. En was gewoon te snel en te lang van mijn teen. Ja, ook als je naar je eigen teen, als je naar je ogen nadenkt, dit zijn vaak hele korte stukjes. Daarin in je voet zitten natuurlijk allerlei lange botten. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar hier inderdaad vind ik ook zelf dat het meer op een vinger lijkt. En we hebben ook een plaatje dat hier niet bij, maar je ziet hier bijvoorbeeld. Hier een röntgenfoto gemaakt. En om hem recht te houden, die teen of die vinger, nou we zijn er nu uit wat een vinger is, hield iemand hem vast. Dus dit zijn eigenlijk de vingers van degene die hem zo vasthield. Om een goede foto te maken. En die hebben ook gevraagd om zijn vinger ernaast te leggen. En dat leek gewoon heel erg op elkaar. Dus. Dit is het oude volgertje van het Maaienwaterstorend Museum, durf ik het te zeggen. Ja. En gaan we zien. En je kan dit in deze dus daar ook mee uitgegroot. Dus natuurlijk komt er gewoon van kijk wat wij in ons museum hebben voor mooie dingen. De tong van Jan de Wit en de teen van Cornelis de Wit. Oeps, foutje. Gaan we gauw vinger van maken. Het is dus nu ook veranderd. Het staat nu anders in het museum. En, nou ongeveer 150 jaar waar het achter een winger is. Maar ja, van wie is die dan? Want er staat niet op, dit is mijn vinger getekend voor deze te dik. Dat zou wel een beetje makkelijk zijn natuurlijk. Wie heeft een idee hoe dat zou kunnen onderzoeken nog verder? Achterin. Door DNA sporen. DNA, ja. En daar heb ik een blaadje van. En misschien is dat een beetje te suf voor jullie, want ik was vandaag vandaag DNA misschien. Ik weet niet precies wat DNA is. DNA is eigenlijk, iedereen heeft uniek DNA. Behalve? Tweelingen. Tweelingen en drielingen. En drielingen en vierlingen, inderdaad. Want die komen uit hetzelfde eitje, zeg maar. Dus die hebben hetzelfde genetische materiaal. En dat wil ik uitleggen met een voorbeeld. Hier zie je allemaal een huis.
mensen zijn. Allebei een huis, maar de ene heeft rode bakstenen, de andere witte bakstenen. Dus het zijn de bouwsteentjes die net eventjes iets anders zijn. Het is wel allemaal een huis, maar ook als je om je heen kijkt, dan zie je dat mensen verschillen. De ene heeft donker krullend haar, de andere heeft stijl rond haar. De ene heeft een iets donkere huidskleur. En als je bijvoorbeeld ook naar je broertjes en zusjes kijkt, dan zie je dat je wel meer op hen lijkt dan bijvoorbeeld op je vriendje, vriendinnetje. Maar jullie hebben toch allemaal andere DNA. Dus dat zou kunnen inderdaad. En wat nog meer? Nog wel een methode. Denk er ook in de vinger. Nou, ik denk dat ze toch ook weten misschien wel hoeveel centimeter het is tussen de vinger van je hand en weet ik veel. Dat is heel erg moeilijk. Als je dat zou weten, is het nog steeds heel erg moeilijk. Want als je kijkt naar elkaar, dan heeft het lijkt allemaal heel erg op elkaar natuurlijk. De ene heeft wel iets grotere handen dan de ander. Maar dat is niet echt onderscheidend, zoals we dat zouden noemen. Acht en nul. Nou, met die kring die allemaal op je vinger zitten. Sorry? Met al die kringen die op je vinger zitten. Wat? Met al die kringen die op je vinger zitten. Kringen. Ja, de profiel. Hoe noemen we dat? Vingerafdrukken. Ja. Daar zouden we naar kunnen kijken, want het is bekend dat er een boekje is van Cornelis de Wit, waar hij heel veel bladerde. Dus misschien kunnen we daar nog een vingerafdruk uithalen en die vergelijken met de vingerafdruk van deze vinger. Het wordt heel moeilijk, want het is een hele oude vinger. Hè? En toen was ik klaar met mijn opleiding en toen mocht ik blijven. Dus eigenlijk is het zelf gekomen.